Morgen moet het zijn, hoor. Ja, goedemorgen. Welkom bij deze eerste aflevering van De Nieuwe Politiek op deze mooie vrijdag. We zitten bij de ex-minister van Justitie, meneer Edward Belfort. Nu is hij ook DNA-lid. En we willen met hem gaan praten over de actuele zaken. Een van de zaken die wij zeker zullen meenemen is de kwestie van politie. Nu hebben we heel wat gehoord, heel wat verklaring gehoord. Gisteren nog hebben wij van DTV gesproken met de ouders, of tenminste met de ouder van politie. Zij heeft dus dat aangegeven wat ze gezien heeft en wat gebeurd is. Vandaag willen wij dus daarvoor beduren op de zaak. Meneer Edward Belfort is ex-minister geweest. Of minister geweest, hij is ex-minister. En hij kan ons een beetje vertellen hoe deze zaken gaan. Maar goed, meneer Belfort, welkom in onze uitzending. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars, kijkers van DTV. Hi, meneer Harderwijk, goedemiddag. Ja. Gisteren zijn we opgeschrikt met het nieuws over politie. Serna Bruya even, Latour Bruya even. Politie is dus dan geschoten door de politie. En na een achtervolging, zegt men ook. Heeft u de zaak kunnen volgen? Ja, dus ik heb dat interview met die moeder, Jane Seder, die ken ik persoonlijk, kunnen volgen daarvoor de ingang van de spoedeisende hulp. En uit haar emotionele reacties kon ik begrijpen dat haar zoon is geraakt door politiekogel of kogels van de politie. En ik heb ook kunnen uitmaken dat die meneer in bijzijn van zijn vrouw en een jong kindje was. Ja. Ja. En op een gegeven moment werd hij gesignaleerd en hij voerde zijn snelheid op. En het gelukte de politie nadat hij in botsing kwam met een lantaarnpaal van IBS. Moest hij uit de auto zijn gestapt en dan is er geschoten. Dus hij probeerde volgens mij zijn weg voort te zetten. En er is geschoten op hem en hij is geraakt in de buikstreek. Nou zijn er zoveel vragen. Hoe, wat, waar, waarom enzovoort. Ja. Wij hebben ook wat vragen, hè? Bijvoorbeeld over die achtervolging, meneer Belfort. Ja. Daar is hij dus dan fout geweest. Dus kijk, niemand hoeft aan zijn aanhouding mee te werken. Okay. Niemand. Ja? Niemand. Ik zat jaren bij de politie, jaren bij de aanhoudingsunit. Het eerste arrestatieteam van Suriname, daar zat ik. Ik gaf zelf onderricht bij kans 20 jaar bij de politie. Aanhouding, technieken, tactieken. Dat weet ik. Al eer je dus op het veld gaat, politieman wordt, word je getraind in situaties. Nou is elke situatie in die verschil van de vorige. En je moet kunnen inspelen op zaken. Als je dus gaat om een meneer of iemand, een verdachte aan te houden, moet je dus een plan maken. Begin met een plan. Wie ga je aanhouden? Waar wil je die man aanhouden? Waar ga je hem overbrengen? Wat zijn de mogelijke kansen dat je die man aanhoudt? En wat kan hij doen als je dus zeg maar de actie inzet? Als hij je ziet, wat gaat hij doen? Is hij een bijzijn van anderen, van in dit geval zijn vrouw en kind? Wat ga je dus als voorzorg zeg maar in acht nemen om te voorkomen dat dat kind, die vrouw, niet getroffen wordt, getraumatiseerd wordt? In dit geval zijn er schoten afgevuurd, heb ik begrepen. Al rijdende, begrijp je? Dus het is een heel traumatische situatie. Al rijdende worden geschoten op het voertuig. Vrouw en jong kind in het voertuig, zo'n situatie. Nooit eerder meegemaakt. Die meneer raakt in paniek. Hij wil kennelijk zijn vrouw en kind in veiligheid brengen. En ik weet er niet, maar... Beetje luider praten. Ja, ik weet het niet erg. Dus op een gegeven moment, soetoe, soetoe. Ja, en nu komt het. Was het nodig om te schieten? Ja, dat je actie nou. Is het nodig geweest voor soetoe, want is het ook ba? Dat om rechtvaardigingsgrond moest dit. Ik kan zeggen, ja, vluchtende verdachte. Maar wat voor feit heeft die man begaan voor rechtvaardig als soetoe? Begrijp je?
Dus wat ik heb begrepen is dat die man bestempeld kon worden als verdachte van healing. Ja. Want Kitty bij een pressie en bijna allemaal bij een Kitty zang vermoedelijk van die stad afkomstig. Even over Asutu, hè? Want de school toe kan doen losse van die meiden kan schoten. Dat mag toch als iemand. Dat kan ja. Dus maar meer schoten op Awagi. Dus ik weet niet of die auto geraakt is. Dus onderzoek moet uitwijzen. Dus ik ben niet ter plaatse. Ik ga gewoon af op Samiere. Ja? Jeremy. Jeremia toch? Ik van Mataki Afro Taki. Dit zijn dat me go. Maar politie papira minoshi. Maar uit praktijk ervaring voor ik zo mijn aanhouding ook toe. Ik schat in dat de Marego dat misschien met een opvallende auto van de politie. Bestikker, politie, zwaailig. En Amashawagi dan amang de kel. Ja, en dan man. Begin rijden, de man begin achtervolgen, maar misschien een auto. Het was niet in de planning dat ik aan mijn dan kom je daar om die man klem te rijden. Dat zet no, no ik weet het niet. Dat is op zo'n plan. De man maakt je aan of de man observeert voor zich. Wil je een goede aanhouding verrichten, moet je een plan maken. Je moet een observatieteam hebben, alle de sandati. Het is nu gunstig, het kan veilig zijn. Operatie kan veilig zijn voor verdachten, voor ons, voor omstanders, om die man daar aan te houden, dan zet je die actie in. Het is niet meer de bedoeling van geen enkele aanhouding, dat je dus haastig te werk gaat. Ja, anders je met brokken. Vooral nu, allemaal zaptak naar politie, adres is bekend, ja, afeit zijn mijn verdacht is healing. Ik zaptak school toe, een belman, kon naar bureau. Hey, van wakker, politie kan even wat je van hoort. En zo is het gegaan bij ernstigere delicten. Allemaal melden aan en allemaal collega's afkatten, allemaal melden aan en daarna verhoord te zijn, wordt die man in verzekering gesteld. Heel veilig. Maar nu de man verkiest, voor spoor allemaal op. Maar informatie die wij hebben binnengekregen bij DTV, want we zijn ook bezig dat ding te onderzoeken. Ja. Wij hebben vernomen dat hij dus dan een oproeping heeft gehad van de politie. Hij heeft geweigerd, zegt men. Daarna is de recherche afgestuurd. Dat is ook niet gewerkt, of dat heeft ook niet gewerkt. En daarna RBT-co. En zat dat de RBT-co, daarna probleem. Dus dat heel proces, als dat heel proces zo is. Begrijpt u wel de actie van de politie? Ja, ik kan begrijpen, maar look, if de man bij gewoon, dan plaats je opsporing toch, een klant en zo toch. Je hebt wel opsporing naar media toch, dat je wordt opgespoord, kan je zich aanmelden. Dat gebeurt ook toch, vaak genoeg toch, je hebt wel opsporing van mij, de man is een komie jongen, maar dan moet je melden, ik kom melden aan jou. Daarom met mij, die ben bij de minister, mijn Sabaveld. Dan ben je waarschuwd, maar ik kan alle dingen komen melden aan. Voor kom erger en is je om een man melden aan. Wel een man met de kassa, ik spot dat een man om melden aan. Zijn al los aan met dat drapen. Maar je ziet even dat ze bij Abi, omdat ik heb de sandici. Ik na praktijk, maar ik ben jaren. Ja, ik heb de sandici. Je voorkomt dat je de soort sandici ontstaat. Want normaal man verplicht voor werk naar een aanhouding. Werk mee naar een aanhouding. En dan moet op Chimang kan doen de raste dingen tegen voor me aan. Als ik toen zei, Juno man, jump abra, met al je getraindheid, mij free abra is onder voor als ik toen. Mij ter drie voor skotu die gewoon. Je zegt dan al je getraindheid en ik ook van mijn abra skotu die zie. Mij free abra want ik er gewoon. Ja? Dus dat is dat naar praktijk. En sorry dat dan moet je een tactiek inpassen en je moet je trainen. Je moet getraind zijn. Even de normaal unit. Maar RBT moet er getrainde mensen zijn. Niet alleen schieten, maar fysiek. Je moet conditie hebben. En je moet trainen in aanhoudingstechnieken, tactieken, procedure training. Voetsaptak. Zo'n situatie, zo moet doen. En het is allemaal dat eerst de beste kans wordt er geschoten. Ja? We zien de film dat voeren ook toe. Dat in het buitenland, als schoten, loopt bijna maar her, kilometer. Abraham en Sani voor arresteren man. Dat is eigenlijk iets dat hier. Niet gebeurt? Ja, nu niet meer gebeurt. En efficiënt was Koto Lombakoma of Lekfasani Psadrabe.
meneer Poïsie van meneer Mussendijk, Rinaldo Mussendijk, Reisgwe, Kiskas, Reigwe, brief me, actie bij fout. Actie fout omdat de verdachte die moest worden aangehouden, heeft allemaal een observatie, dus dat je allemaal die nou mogelijk allemaal Reigwe. Dan ga je daar met voor bedachte raden, je kunt dan wat model voor dat je van Reigwe en wat reclame. Of je voorkomt dat allemaal regelen, je reclame wat je voorzien. En dan, je houdt me aan, heel veilig. Ja, sommige trainen, sommige sabi, sommige belag uit ook te naar school toe. Sommige gieden me aan trainen ook te dat luister. Zo'n situatie moet je zo handelen. Natuurlijk, elke situatie verschilt. Ja, en een situatie verschilt van een fractie van een seconde in een andere situatie. En 3, 4, 5 andere procedures heb je zet in. Terwijl, je bent gewoon houdt me aan, maar je ziet dat. Je bent bij 4, 5 procedures, je gaat die wantra straat, die wantra week. Begrijp je? Waarom? Een planning vind je bij boom. Of een man speelt in op tijd voor een positie. Al die dingen gebeuren, allemaal zijn weer uniform, maar decatief voor allemaal aan. De man is gewoon, showman. Kom in actie, dan is die man nergens te bespeuren. Maar de actie fout ook bij. Dan moet geschoten worden. En dan, dan pas moet je gaan verklaren nu op papier. En ja. Publiek, kom bij Sranamang. Zolang de manier was een knal, dan tap je de maai longo. In het buitenland, je moest lukken. Toen was schot zoetu, de maai long moppen drapen. Omdat de massabikba gevaar voor mij enzovoort. Maar Sranamang, wie is nou een bombe zoetu, allemaal is ook een longo drapen. Voor lukken zamsta. En in dit geval, publiek kon ter plaatse, de machine zamsta. En dan zit je daar nu met verklaringen van ooggetuigen. Ja. In dit geval die moeder die zelf ter plaatse was, natuurlijk van Amataki. En het is niet zo geweest dat Noas Manoshi. Oké, maar Minami, moet ik je verstaan, wat dat van de politie betreft. Ja, dus ik die man is uit die auto gestapt en allemaal long way. Als we de verklaring mogen geloven van de moeder en die vrouw die erbij was, dan is hij dus dan in zijn buikstreek geschoten. If was my long dat je zoeting, dan eigenlijk ben je zoeting in bakka. Van adu contact de zoeting in bere. Dus ik wil gewoon, ik gewoon technisch. Maar nou ernstig zijn niet verdrapen. Maar ernstig zijn niet verdrapen. Kijk, je reed achter zo'n auto aan. Met zwaailig sirena meenemen. Want actie porikba toch? Ja. Actie porikba maar saptak ieder. Maar abmi van ulu, je zet een procedure in achtervolkingsprocedure. Je kan karen. Met zwaailig sirena, alasani, maiere, amaishi, isabi toch? Die man zijn adrenaline stijgt. Maar hij voert snelheid op. Je ook de adrenaline stijgt. Je had die een bons moro trangen. Isabi, je nog bij verwacht zo'n stani. Tramang nog bij verwacht dat zo'n stani op zaak. En uiteindelijk, wat ik kon tot stilstaan, dat is een elektrisch paal. En meneer Matak, als ik de wagi de cross bijdraapt. En als ik een boks aan een elektrisch paal, voor kies kans voor mopo eta wagi, pe je bij de elektrisch paal. Je nog mopo eta wagi ook toe. En of ara je de voor een man zijn long, of ik ga mijn kans long, je schrijft naar Lomoro, het napo en die vuur. Minus op Sandraap, ik was niet daar. Maar dit alles kan een goede reconstructie helemaal in kaart brengen van waar was het verdachte voertuig, waar was het politievoertuig, waar was de politie die heeft geschoten. Suma Soutou, want meneer Man, wat moet ze doen? Of kan de mama Soet gericht, trauma Soet waarschuwen geschoten, ik weet het niet. Dus de man moest collega verklaring af. Want daar speelt dat ding nu toch? Wie heeft geschoten en waarom heb je geschoten? Waarom ben je niet achter die man gegaan? Want voor hetzelfde geld van ons schot, we gaan kiezen op 10 van madame die op 10 deed. Hoe zou je dat verklaren? Want schoot ook in actie, ba. Je zou wel actie eten. Als schoot ook voor toe brand, zou je fetie. Als schoot ook haar en gong, soetu. Want meisjes zijn met de naam abrasie, vastrati. Met don esribi. Kies als schot in een meisje dat deed in een sribi. Dus je ziet hoe gevaarlijk het is om te schieten. Hè? Ja. Daarom heb ik de mataki. Schieten is denkend handelen. En jullie scoot te train voor zo'n tak. Hey, mina moest zoeten zomaar. Liever is te laat zoeten uit. Dat is dus. Je mekaar mango dan, bij wijze van spreken, want er een moment, ik ga sporen op dat je allemaal veilig aan
Want nu is het ook bang. Nu komen de vragen. En nu komt zeg maar de woede en de reacties van mensen die het hebben gezien. En de ghetto, maar ik begin roeren deze review. En dat, na Assan, heb ik me volg. Om in, zeg maar, video's van mensen zijn verhit. En ik naar ghetto, mi groko. Abrabro, kimi sabelik, mi broeksaka. Niet van nu, van voor de onafhankelijkheid. Ik heb precies jaren 73 heb ik zijn Abrabroki. Ja? En bijna heb ik een soort rassenstrijd bij de. Ja? Ik heb dit soort zandati. En volgens de Voice Samiere, dan is het een 9 gaan naar richting dat. Luko, ik heb in vrede dan een alle bevolkingsgroep. Ik heb alle bevolkingsgroep in mijn familie. Maar begin de man, ja, voor nog meer te gaan naar richting dat. De beleidsmakers. Voor een mek a go in a richting dat hij. Omdat hij. Winnie man ode. Winnie man ode. 73 ten. Ja, niet dat hij 73. De rellen. Abaisa zoekt nu toch? Abaisa is doodgeschoten toch? Ja, dat ja, toch? Ja. Rellen. Toen ik dit. Abra Broki in Libië. Ik was nog jong. Maar ik zat precies samen op zijn rapen. Ja. Om met mij de Binnenlandse Oorlog. Winnaar nog maar uit de Binnenlandse Oorlog. Nu, mijn situatie is dus voor, bij mijn schat in, dat is aan die escaleren. Ja, ja. En dat is nog niet. In die zaak van politie, heb ik me laten vertellen, tenminste als we ook de ouders mogen, tenminste de moeder en die vrouw mogen geloven, een Hindustaanse politieagent heeft geschoten. En men brengt het in een bepaalde richting, toch? En dat zorgt voor die polarisatie in onze samenleving, want het kan een toevalligheid zijn dat Isabito, want de school toe man bij de Hindustani en Amasutu. Weet je wat hij is in het korps? Toch maar, men brengt het in de richting van Ishito naar Dis Ubetaki. Moeten we dat zo bekijken of moeten we gewoon zeggen van een politieagent heeft geschoten? Dus, Luko, de volgende stand is van de hele tijd toch? En daarom heb ik me uit mijn schrijf van de hele tijd. Waarom hebben we begrepen? En Luko Peta Sandoro. Ishi Peta Sandoro. Sandoro, een kritisch moment. Ja. Bij eigenlijk. Taki de Fanuru. Taki de Fanuru, want Sandis. Eigenlijk. Nou, een tijdbom noemde. Bij een land bron kon chatou helemaal. Elk moment kan exploderen. Elk moment kan exploderen. En dat minowani. Dat mino wani, me doe een beroep op de beleidsmakers. Me vanuit mijn verantwoordelijkheid, like DNA-lid, ex-minister, ex-scoutman, mijn sabakorps, boom. Op is me bij de aanhoudingsunit voor scoutu, arrestatieteam. De boys zijn naar RBT nog bij besta. Er was maar één gespecialiseerde eenheid. Ze hebben 3 op, ze hebben 3:30 op een gevaarlijke verdachte aan. A-team. Bij mij bij de drapen, het trainde man. Training naar het arrestatieteam. Waren afgericht in het buitenland. Door buitenlanders. Dus over aanhouding gesproken. Noa maf RBT nog even vertermen. Rommel voor RBT. Training maf RBT. No deel. Want die jongens zijn best wel zware jongens hoor. Nou zwaar. Misschien qua lichaamsgewicht. Maar als je getraind bent dan. Kijk, schieten is denken aan handelen. En het schieten moet tot het uiterste worden uitgesteld. Na laatste zijn zij doen. Een goed getrainde man, neemt ze toe. Midden na arrestatieteam, jaren, vanaf het eerste moment, hoe dat best toe. Ik ben verrekt de meeste aanhoudingen. Ik hou me aan met handgranaat in de hand. Ik hou me aan met vuurwapens in de hand. Ja? Zonder voetsoetama. Maar dat ga je kunnen doen als je goed getraind bent. Als die timing van die actie goed is. Als je op elkaar kunt inspelen als team. Ja. En gewoon pik je maar op een unit dat is. Naar een unit drapen. Zonder getraind te hebben. Zonder screen de man. Want het psychische. Ja. Het mentale van zo'n politieagent. Speelt ook een rol. Ja. De man moest long contact. Voor ja. De man long 2 meter. 3 meter. Man moest jumpen. Abra was kotu. En. Amang gemoedstoestand de travasie.
Ja, ama de nabiru, ama gemoest toestand de trafasi. Die de nabiru, baka je PC drapen, je legt uit naar een collega. Je gemoest toestand de trafasi. Op het moment dat je moest mop uit het bureau voor go in een voertuig, een politievoertuig voor go, dat hey, we gaan ter plaatse om aan te houden. Je gemoest toestand de trafasi. Zonder of je sabi, adrenaline wordt geproduceerd, waardoor je reactie de trafasi. En al die dingen kun je toetsen naar internationale maatstaven, if you boom. En dat je kiest training ving. Ja. Je kiest training ving en zelfbeheersing komt erbij kijken. En allemaal zat je wel wapen, maar beheersing ze even. Echt waar, allemaal machine met wapen en al. Allemaal poepen, plasjes en skin. En uniform. Terwijl naar hoog gehouden aan. Want ja. Ze zijn vrede, want mijn baby, maar dan maak ik me uit dat politievoertuig. Maar toen door het bureau, nou, maar je leg uit. Als je kon drapen, denk dat ik naar mijn staring. Terwijl het ook gaat op PD. Plaatsdelict. Maar dan maak ik me uit dat wagi. Mijn baby moet een blad. Ja? En de soort maat die, nee, horen thuis in een unit, in een gespecialiseerde unit. Dat betreft dat maar een stopverkeer naar de straat. Begrijp je? Surveillance voor voorkomen, isabi. Maar een gespecialiseerde unit, dan moet je uitgeselecteerd zijn en moet eigenlijk ook getoetst worden if you man do a job. Yeah. If you man do a job, want limieten moet je halen, dus regelmatig, die midden naar arrestatieteam, dan maar sabi. Alle wiki over de subscherp, limieten moeten we halen, if we moeten 10 kilometer in een bepaalde tijd, zeg maar een 35 minuten tot 40 minuten. We moeten maar lomen. Daarna moeten we met bepakking, alles aan ons maar doen. Even maar deppen in een bepaalde juro, even maar deppen met bepakking en al. Ja? Even maar, je moet maar zoeten toe. En schieten is denkend handelen. In de gang, dan wil je niet dat je nog nooit naar schietbaan gaat zoeten. En noemen ze dat, schoten of naar schietvaardigheid. Begrijp je? Of ja, politieparcours. Maar dat is afvallen, maar je doet even maar zoeten politieparcours, combat shooting, isabi, snel vuur, alles dat is aan. Dat is afvallen, maar je doet. Ik weet het niet, maar dat betekent je moet een budget hebben voor het politieapparaat. Want munitie kost geld, trainen kost apart tijd en geld. Wil je een unit goed draaien, een unit met dat nog steeds arrestatieteam, dan moet je dus budget vrijmaken voor die mannen. Niet alleen fysiek-mentale training, maar die voeding komt bij kijken. Voeding komt bij kijken, die willen de maas hebben. Alles aan de maas bij kiezen, voeding, bijvoeding. Ja, maar moet niet de no-no toch, meneer Belfort. Is dat is aan de goot toch? Zelf hoe bij, wat meneer Atopay schreef, dat is zelf hoe krosief de man is aan de goot. Last dan. De man want make money free. If the man want make money free, dan beter you have a unit up. Anders heb je iets, maar je hebt niets. Ja. Je hebt iets, maar je hebt niets. En dat is het gevaar. Want, Skoutu denkt dat, hey, de man is getraind. Maar, hey, Ushi Atim, maar de man schrijft je normaal limit morgen. Toen 3 barkimeter, de man normaal morgen op tempo, 1 kilometer loopt, 1500 meter loopt. De man, een hindernis, maar de man maakt het morgen met vol bepakking. Wat doe je bij zo'n team? Dan waarom moet je zo'n unit hebben? Dan hef het op toch? Ja, je hebt geen geld voor de politie om het zo te zeggen, maar je hebt geld om te gaan chillen op Dubai. Je hebt geld om hier en daar te reizen, terwijl je bel om bijna 1 miljoen naar buitenland. Begrijp je? Geld wordt vrijgemaakt voor andere dingen, maar veiligheid. Veiligheid, daar maak je geen geld vrij. De mensen die daar zijn, de politieambtenaren, je maakt geen geld vrij voor ze om te trainen, om up-to-date te zijn, om te kunnen inspelen op situaties. Dan ga je vervelende dingen krijgen toch. Ja, de man, normaal, normaal. Begrijp je? Al die dingen komen bij kijken, want we maken een special force unit. Je nog mag overschrijden, je maximaal gewicht. Als je gewicht in lengte naar 1 meter, 75 bijvoorbeeld. Moet je rond de 75 kilo wegen. Je kan de 1 meter 75, dan weeg je 100 kilo. En dat want dat je nog maar doet bepaalde sani. Begrijp je? En de zijn dat die maatstaven voor politie, de internationaal bekend toch? Begrijp je? Dat heb je maar halen limiet morgen. Ja. Begrijp je? Dus dat zijn dingen die komen bijkijken, maar dat is iets van de overheid. De overheid moet geld vrijmaken voor het apparaat, het politieapparaat, zodat het politieapparaat goed uitgerust is. En om mijn lees met te gaan, ik heb wel een voorbeeld gegeven. Miki aan per money desrevi geld worden gestort op een rekening ten name van de PG daar, miljoenen. En toch een minister, samen met Denas Koutu, samen met Trinsrevi naar Koutu ook, dat minister die zie.
En pik je met dat allemaal ook, een overzicht van money. Dan begrijp je al, die man is onwilling. Dan ga je deze dingen krijgen. Ja, want we horen ook nu dat er 1,5 miljoen vrijgemaakt wordt voor een bezoek van de president bij, de politieacademie. Begrijpt u dat wel? Want de president komt bij, bij het korps. Want man zijn bij de commissaris naar school, zijn bij de school toe, zijn bij de minister. En we moeten naar school toe. Ik ben naar school toe, zeg maar, ik ben drapen naar hindernisbaan. Of ik ben naar trimbaan voor de man drapen. Ja? Dan, daarvoor moet er 1,5 miljoen vrijgemaakt worden. Maar die niet-dialyse patiënten zijn nog op dialysaat, medicijnen nog de. Ja? Komt erbij kijken, apparaat samen go. 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor een bezoekje van misschien een uur of zo. Maar het apparaat zelf ontbeert middelen. Dat men jammer money voor kost, doordringen dat bij. Ik weet niet wat men gaat doen nog. Dat betekent verkeerde prioriteiten toch. Dat betekent zuiver eigenlijk in een zij moest doen. Dat betekent ook naar bezoek. Dat in mijn kan money vrega unit, zodat een unit als scoutapparaat kan bij ons toestaan. Zodat als scoutapparaat kan op rollend materieel. Zodat als scoutapparaat kan bij schoeisel, kan bij kleding, kan bij PSU. Ja, dat is de je dankbaar. Maar voor een bezoekje, 1,5 miljoen, is het SRD? Ja. Is te veel toch? Maar wat maakt dat de president niet gewoon kan zeggen, vandaag kom ik daar, u heeft niets te zeggen, te zetten voor mij, zeg maar een erewacht voor mij alleen daar, en ik kom in huis, want ik was hier, ik kom terug bij mijn huis, want dat scootapparaat met kan kom ik hier. Nu anders hij naar mij, ik kom met een fles water, laten we water drinken, want de situatie is precair in Suriname. Ja? En je hoeft geen gebakje te zetten, niets te zetten. We drinken water gewoon. En dat ben je ook een voorbeeld naar apparaat. En moet je niet zo'n spend op, naar een bezoek, maar investeer in een apparaat. Dan denk ik dat het politieapparaat heel dankbaar gebruik zou maken van zo'n een geste. Maar ja, het is niet aan mij. Ik ga op een gevoelige... een gevoelig punt, want we hebben met de ouders gisteravond heel laat gesproken bij AZ. Ja. En de moeder heeft gezegd dat politie zou hebben gezegd, mama heeft me dede naar Santoki. Ja. En we praten hier over zaken die hij zou hebben gedaan, weet je, maar bij Fursani, weet je. Maar dat stukje van naar Santoki. Ik weet niet waar ik het moet plaatsen. Wat heeft meneer Santoki te maken met een zaak waarbij we over een healing praten? Weet je, dus wat is dat ding? Maar ik blijf hangen op dat wat politie gezegd heeft aan de moeder. Mama heeft me dit idee naar Santoki. Ik vraag me af, hoe moeten we die link leggen? Dus, mijn Arkea interview voor mevrouw Jean Seder. Ja. Mevrouw Jean Seder is persoonlijk. Ja, ik heb een aantal lezen, dat kan ook toe. En ik heb wel niet persoonlijk dan in elkaar in commissie, maar allemaal echte dingen. Ja, ik heb een begigado gegeven voor redden in en herstel spoedig. Op het moment dat ik heb de tapzaal, ik mag kiesbezoek. We brengen een bezoek naar man. We brengen een bezoek naar man. En ik hoop niet met mijn madrapen ook toe voor takang en voor troosting. Wamma et awamma. Wamma et awamma. Wie fap chintang? Je charap chi in je bere. Je sap fafiri. Mijera vrouw uit dat. Mijera vrouw is vastande. Mijera descend is furu in mijn libi. Furu in mijn libi. Taki. Hier en al. Als man de moor of skotu zoet. Als man in charan boskopu go. Isabi. En of ida atose e hor wakti gi wama san skoutu su drape. Familie komt op bezoek. Ja, maar uit mi eigen vrije wil, mi na ghetto man, mi sap abrabro ki bi bel libi drape. Op moment mi heret ak politie is op de zaal, mi hoop dat kan man toestand de stabiel. Dan mi, je kan melden mi, me go bezoek kan man. En if you want, je kan komi ook toe. Mo takanga man, troosta man, bi mita ma drape ook toe. Maar troosten, want die moeder heeft troost nodig in deze tijd. Ja? Een vrouw schrijft, heeft troost van nodig. Ja? Een boy schrijft, die geschoten dat,
Nou, een libisma toch? Ja. Nou, een libisma. En zoals aan Ilko, dan die bij de minister, bij mijn beheren wat geval bij de van schiet dit en dat, met go ter plaatse, beroeving die zie, dat is een bezoeksma. Dat is een bezoeksma, ik ga naar begrafenis, ik ga naar rouwperiode, alles is mijn waka. Omdat ik sap vast aan de, ik kan niet maar charas maar morgen kon naar Libi, maar aanwezigheid wie aan bezoek voor jou, en de wat troost toe gedes ma. Ja, maar in deze, mijn schiet de mij doet des aan dat hij. De man is technisch, gomit desma en als een libi, als een goeie om bepaalde sfeer. Want als sfeer dat me proef, me vang een video op voor een jong man. En na begi me begi voor de man bewaar arrest. Omdat ik wil niet in een situatie komen waarbij een soort rassenoorlog kan ontstaan. Ja, so. Een soort rassenstrijd kan ja, wat fetti confetti. Je met 73 mee in ghetto Abrabolo Kibibede. Je met de binnenlandse oorlog mee. Sera dan nooit notre winning. Altijd sera trouwen last man. Winning man nooit nog uit 73. Abai Sating, we zijn naar Abra Broki. Ja, kort voor de verkiezing. Een groep heeft bronfoto. Want een groep heeft beshandeld de man. Alassani, maar ik trek weg. Begrijp, ik ben niet desfeer dat moro. Daarom ik me breed in een confusie. Ik doe een beroep naar alle partijen. Gomita ghetto. Gomita ghetto. Ik heb een ghetto naar Abra Broki. Flora na alasi na goede verwachting na pont na ramgo ala de man ala de matifu povisi ya amasrefi me aksi ni mo begide vanuit mi hoedanigheid lek libisma ook toe me begide me nog lek libisma lek gatuma ook toe fu ubowara rest mi brada bisap faya firi begiga dogi povisi fu amang herstel, allemaal haling en hoe je later plak allemaal toestand destabiel. Moment meer dat hij mogen bezoeken naar Atoso, dat kan allemaal en ook toe FDTV, Wadi DTV kan ik ook tijdens dat bezoek. Dan mogen we bellen voor Kondres Refshita, met jouw bezoek gaan. Ja, en de scoot brada, want tegen je dat ik situatie de sokba, ik hoop dat ik minister voor justitie Refi. Kotaki komitens koto, want voor een healer, adres is bekend, is op zo'n naam is bekend, is jammer ik wil aan je vrouw naar Wagi. Dus had hij, nou, laat je me die man gaan en wat er een moment, je zit nog op probleem. Maar ik tak de maas in Karaman, maar het model de voor bij Karaman. Tramodel de. Oké, maar toch een link naar meneer Santoki, naar president, ze allemaal legt duidelijk. Leg een link. Moeten wij dat niet als een emotionele actie zien? Of ik weet niet, hoe kijk je tegenaan? Ja, mijn schip is dat ik ga naar ghetto gaan met politie. Dat mijn schip beeld. Mijn schip is dat ik ga naar olifant beeld. Dat is naar social media. Dat ik attack toen de man bij boem. Maar is dat ik wakker met de man, sek de man aan. Brother Maron, hoe zijn blad met dat ook toen misschien wat te trekken, ghetto man erop. Dus, als ik dat president ben, als ik dat president ben, met mijn kar zo, ik ben karam of ik ben wakker met dat man, ik ben takken en troosting. Want toen, voor zijn verkiezing, ik ben wakker met dat man. Ja toch? Dan ik ben wakker met dat nu bakken, like, paf kondre. Ta kan geen troosting, go mita boy na atoso, ta kan geen troosting, en luku sami kan du ding gidesma. Dat na wansan sa mi bodu, mi adviseera president fu doa san dat. O men tra ma kan de tapi kabinet tak, no go, kei probleem, ma mi adviseer yu president, enough tek mi advies, ma her gono tape yeren of ya DTV, tak mi giwan kri advies. President waka mita ma disi, na wang ma fup ching. Na heb ching school to sudape. Waka miteng, takanga jin sider. Trusting. Aurigeri ya. Akarigeri ko takso. Ma bakarigeri, o de u dankbaar, tak tok i waka miteng. Ja? En probeer fugo luku aboy feda atoso, ook to. Ja? Misrefi, if you lega contact, misa waka mit jin sider. Ja, je melde mi tak meneer Belfour. Zoals ik kan meteen mevrouw Jean Sieder, wat met die dan? Ja, leg je vast.
dat na dat na op van hoe ze waren op nog hard gevoel van hoe ja en amma uit een schrijfje uit sa achi sa ervaar ja die kan begrijpen amma wel die kan begrijpen die zie er missie Jane is op me ja vanuit deze plaats met actie voor bewaren kalmte en koop begi gado die politie voor gado me kan herstel en a kon bon baka ja ko begi gado gen dat na sami abif tag you a vrouw fe na a meisje fe uma pchin fe na ala de mati fe de ghetto mati fe ja ko begi gen en ko me ka gesond verstand prevaler en molibi a contact fu mit you gi brada jare harde week abra a weekend dis ref mi wan mit na nga mevrouw Jane Seder brada jare if you mal ga contact gimi dan moet ik meteen pakken even troosten. Ja, dat contact dat met Abra Giyuti meken. Dat hij bel me even dan. Wie zat die deschreven? Tussen nu en kan die 3 euro. Dan moet ik meteen pakken. Ja, voor troosten even. Omdat ik heb pakken abbe van Odo. Ja, dus dat me abbe takete. Ja, maar ik heb een beetje poëzie dat alles aan wakken. Kom hoe begigi poëzie tak alles aan wakaibu. Maar toch, ik wil nog één vraag stellen aan meneer Belfort. Tot slot. Ja. Er kijken duizenden mensen nu naar u. Heel kort. Hoe zou de Surinamer zich in deze tijd moeten gedragen om bepaalde zaken te voorkomen? Hoe zou de Surinamer zich moeten gedragen? Het is een probleem, Sandenono, toch? Mijn spiegel zich naar die beleidsmakers, toch? De mijn spiegel is een beleidsmaker toch. Een beleidsmaker, eigenlijk Chimboy toch, voor ze dan, ik ben een film, $6 million man. Allemaal in een lekker, Sint Tarsus School, wat boy bed appe, na Brussel bekaren. Doe vie bekaren. Maar à la sonde na belle vie, Luc Charoubele, et le coquino. Et ça veut dire, na saïechi na dat yoko do, de sami wan takito, de beleidsmakers moeten zich nationaal opstellen. De moet de voorbeeld die aan Nazar en allemaal kan go in hoge ambten. Je kan die hoge ambten appe, maar je gedrag is refilek was. Je kan dit op een hoek aan mij kost, je gebruikt krachttermen. Begrijp je? En dan, wanneer nou wanneer, je stuurt een samenleving in een bepaalde richting. Maar als je komt op je takkie dan als maar de mens, hé, een mens nou een mens, hé, takkie. Een mens nou een mens, je gebruikt boewoorden, luk wat maar bij die parlement, hè. Meneer Rogers. Weilend meneer Rogers. Maar je gebruikt deftige woorden, is dat toch? Ik heb hem nooit anders. En mijn beleid dat hij pastig was, en mijn schrijf dat man. Hé, nou beleid ik aan mijn beleid, mijn jongen. Zo, man. Dus je moest gedragen naar je status. Ja? De Frans Mataki, noblesse oblige. Adelheid is verplichting. Noblesse oblige. Maar, ik dit dat bedankt. Poetje, mama, kom film. Je dit en dat, die not dit en dat. Toeletter, dit heb je toch. En. Je bent eigenlijk bezig de gemeenschap in een bepaalde richting te duwen. De jeugd in een bepaalde richting te duwen. Daarom is het niet zo, ik gebruik krachttermen nooit. Die meer is dat je kon doen. Ik claim het netjes, volgens mij kan ik een beeldbeest. Ja, ik kost zo'n boord, ik kan ook zo'n mouw. Omdat ik een signaal naar de jeugd, naar de samenleving. Ja, ik claim het netjes, op het moment dat ik een interview heb, de voorbeelden. Dan moet ik een revue. Mijn taki moest de voorbeelden, zodat man kan volgen me. Man kan tak ik moet direct bel voor. Ja. Maar als je de nummer 1, nummer 2 enzovoort, in het ministerie of PD, direct naar een ministerie, naar een onderdeel, sabi taki is mij volg je. Hoge bomen vangen veel wind. Ja. En dus dat moet taki, luko, noblesse oblige. Adelheid is verplichting. En allemaal boem voor punt op een post. Okay. Dus ik hoop dat de beleidsmakers Assange dringen tot de deur. Okay.
En dat hebben we gedaan. We hebben gesproken met de ex-minister van Justitie en Politie, dat is meneer Belfort. Hij is ook DNA-lid. We hebben met hem gesproken over de zaak van politie. We hoeven niets meer te zeggen. U mag dus dan de informatie tot u nemen en wat nodig is, neemt u mee. U weet hoe die dingen gaan. Maar goed, we gaan eruit. We hebben nog veel meer te doen vandaag. Blijf te kijken naar DTV. We komen over enkele minuten met een andere live flits. Tot dan. Mede namens Damien Jordan. Dadelijk.